Mis het niet. Superkatjes op Disney Junior. Maar laten we eerst nog een magisch momentje bekijken. De superkatjes zijn heel erg verbaasd wanneer ze ontdekken dat iedereen's favoriete snoepje plotseling nergens meer naar smaakt. Deze kattensnacks smaken naar hondensnacks! En nu is het aan het team om snel uit te zoeken wat er aan de hand is. Superkatjes, er is iets vreselijks gebeurd. Wat is er, Velvet? Ik nam een eenie-meenie hapje van een lekker vers konijnensnackje, maar hij smaakte naar hondensnackjes! Er zijn nog oproepen. Sparks, zet ze allemaal op het scherm. Ga ik doen, Ginny. Superkatjes, help me. Superkatjes. Mijn schildpaddensnacks. Smaken naar hondensnacks? Ja. Verrukkelijk. Dieren van Kattendal, één vraagje. Komen al jullie snacks van chef Morsi's bonte dierensnacktruck? Ja. We moeten uitzoeken wat er daar aan de hand is. Of niemand zal ooit nog genieten van lekkere snackjes. Maar voor de duidelijkheid, er zijn wel gewoon hondensnacks. Ja, maar alle huisdieren in Kattendal verdienen lekkere snacks. We gaan snel naar chef Marcy's bonte dieren snacktruck. Pootjes, superkatjes. We zijn stoer. We zijn slim. We zijn sterk. We zijn lief. Superkatjes, go! Nee. Nee. Absoluut niet. Zo, zo. Alles van de lijst gehaald. Nu weet iedereen dat chef Marcy alleen nog hondensnacks verkoopt. Dankzij mij, meneer Puppyblaf. Meneer Puppyblaf! Of is het misschien chef Puppyblaf? Zolang ik dit heb, beheers ik chef Marcy, zodat ze massa's en massa's hondensnacks maakt. Voor mij, voor eeuwen. Maak veel hondensnacks, maak veel hondensnacks, maak veel hondensnacks, maak veel hondensnacks. Oké, kwak, kwak. Meneer Puppyblaf, wat doe jij daar in chef Marcy's bonte dieren snacktruck? Oh, ik? Oh, ik, help mee. Wat zeg je, chef Marcy? Moet ik helpen het beslag te mixen? Oh, sorry. Ik moet aan de slag. Chef Marcy heeft me nodig. Kom niet naar binnen. Ja. Ja. Nog meer hondensnacks, nog meer hondensnacks, nog meer hondensnacks. Miauwie. Meneer Puppyblaf helpt chef Marcy niet. Hij beheerst haar met een afstandsbediening. Dat is niet heel erg lief. Oh, superkatjes. Inderdaad, katten. Het is niet lief. Maar waarom zou ik het lief vragen als ik dit hier heb? Ik dacht het niet, superkatjes. Betty, je weet wat je moet doen. Maatjes Boost komt eraan. Mijn afstandsbediening! Nu niet meer. Nog meer hondensnacks, nog meer hondensnacks. Hoe stoppen we dit? Probeer de rode knop, Ginny. Hondensnacks, nog meer hondensnacks. Het is gedaan! Joehoe! Nee, nee, nee! Mijn snacks! Ik had echt zo'n vreemde droom. Wow, dat zijn een hoop hondensnacks. Het is nu tijd voor snacks voor de andere dieren. Ze hebben vast heel veel honger. Iedereen krijgt nu zijn snacks, behalve ik. Hoezo? Krijg je die dan niet van je baasje? Nee. Elke dag wandelen mijn baasje en ik langs chef Marcy's bonte dieren snacktruck. En elke dag, hoe hard ik ook naar hem blaf, krijg ik weer geen puppysnacks. Maar heb je het je baasje wel eens lief gevraagd, in plaats van te blaffen? Lief gevraagd? Ach. Waarom zou ik dat doen? Omdat het heel goed werkt. Echt waar? Iets vriendelijk vragen in plaats van hard te blaffen is veel liever. Ah, wil je soms iets? Eén speciale puppysnack voor mijn beleefde kleine Vicky. Komt eraan. Alsjeblieft. Dank u. En geeft je meer kans om te krijgen wat je wilt. Abonneer om meer video's te kunnen zien. En blijf kijken naar je favoriete series op Disney Junior.